Deze wipmolen komt uit 1639. We hebben hem vanochtend op de wind gezet en dat zie je aan dat schuimtje. Hier is het wat waar het beneden zit en dan draait het water omhoog. Hier zie je wat draaien, wat het water omhoog draait. Als het water daar te laag is, dan zetten we het omloopriool open. En dat doe je dan zo. Het hele bovenhuis, dat rode wat je daar ziet, dat kan helemaal draaien. En dat doe ik dan met de kruirat. En dat doe ik dan zo. Deze witte paal, dat is nou een kruipaal. En deze ketting heet de bezetketting. En daarmee zet je de trap vast. Eigenlijk de staart. Nou, dit is de bovenhuis, dit. Dan heb je hier nog dit. En die draait rond in deze dingen. Deze grote blokken. Daar hebben we mee. En dit is de vangbalk. En als je gaat draaien, dan moet die in deze haak. En als je gaat stoppen, moet die klein rukje. En dan gaat die eruit. Op deze balk rust het bovenhuis.